Een hele goede morgen zonder zorgen. What's good, Kel fam? Het is vroeg in de ochtend. Zoals altijd ben ik er weer vroeg bij om ervoor te zorgen dat ik het optimale uit de dag ga halen. Want ja, slapen kan wel als je dood bent. Snap je wat ik bedoel? Ja, oké. Ik ben net wakker en vandaag staat mij een hele bijzondere dag te wachten. Namelijk een dag die anders is dan normaal. Een dag waar ik een klein beetje nerveus voor ben. Want ik weet niet of het gaat lukken. Ik weet niet of ik helemaal in de stress schiet of dat het gewoon lekker makkelijk gaat. Ik ga vandaag namelijk de uitdaging aan om de hele dag alles via Google Assistant te doen. En nou hoor ik je denken, hè, wat is Google Assistant nou? Nou, dat ga ik even vragen. Komt-ie. Oké, Google, wat is Google Assistant? Ik ben je Google Assistant. Ik kan je vragen beantwoorden, opdrachten uitvoeren en leuke dingen verzinnen. Dat bedoel ik, dames en heren. Dat gaan we vandaag doen. Namelijk, ik ga mezelf de opdracht geven om het scherm van mijn telefoon niet meer aan te raken. Dus ik mag mijn telefoon niet meer aanraken. Alleen om hem te ontgrendelen. Want dan werkt Google Assistant. Maar verder ga ik gewoon de hele dag proberen door te komen. Zonder daadwerkelijk het scherm van mijn telefoon aan te raken. Dus zonder apps aan te raken. Zonder zelf berichtjes te gaan versturen. Het wordt een hel. Want ik zit denk ik elke 10 minuten wel op mijn telefoon. Ik moet altijd wel wat dingen doen. Dus het wordt echt fantastisch. Wat ik trouwens ook heb, is niet alleen mijn telefoon. Maar als ik thuis ben, heb ik Google Home. En dit lijkt echt super gesponsord. Maar het is het niet. Maar dit is ook zo'n Google apparaat. Ja, ik weet het, lieverd. Maar dit apparaat praat dus ook tegen je. Die staat gewoon zo ergens in je woonkamer. En dan kun je door je hele huis lopen. En als je dan zegt, oké, Google of hey Google. Dan gaat hij je helpen. Maar voordat ik de Google Home even goed ga testen. Ga ik eerst mijn telefoon vragen. Of ze mijn agenda even wil oplezen. Want ik ben benieuwd hoe mijn dag eruit ziet. Oké, Google, hoe ziet mijn dag eruit? Hallo Kelvin, het is ongeveer 8:55 ochtends. Op dit moment is het 5 graden en bewolkt in Amsterdam. Okay. Vandaag wordt het bewolkt met een voorspeld maximum van 6 en een minimum van 5. Oké, dankjewel. Goed om te weten. Fijne dag. Oké, op zich wou ik mijn agenda hier eigenlijk. Hier volgt het laatste nieuws. Nee, hoeft niet. Van ANP Nieuws nee, om ongeveer 8:55 ochtends vandaag. Nee, lieverd. Ik ben Peter van Oudheusen. Goedemorgen. Oké, Google. Ja, hij blijft maar doorratelen. Hij gaat maar door, maar ik mag ook mijn telefoon niet aanraken. Dus ik moet het nu gewoon neerleggen en wachten. Dit is nu al een topdag. Ik hoef het nieuws van Omroep West niet te weten. Verdomme zeg. Zoals ik net ook al zei, dit is dus Google Home. Ik zal hem even van de mute afhalen. Ja, lieverd, kom eraan. Hey Google, speel een lekker muziekje. Ik heb gezocht naar een lekker muziekje, maar het item is niet beschikbaar of kan momenteel niet worden afgespeeld. Oh, dat is jammer. Hey Google, speel All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey. Oké, All I Want For Christmas Is You van Mariah Carey speel ik af op Spotify. Hey Google, zet volume naar 100%. I don't want a lot for Christmas. We gaan er een topdag van maken, jongens. We gaan het doen vandaag. Ik ben er klaar voor. Oké, Google. Navigeer naar Dauphine met de auto. Kom op. Hoppakee. 9 minuutjes. Niks aan de hand. Deze challenge gaat nu al de goede kant op. Ik ga ongetwijfeld nog irritaties hebben aan Google Assistant. Maar tot zover gaat het supergoed. Ik rijd gewoon die kant op. Dan zien we wat de dag ons verder brengt. Hey. Goed, mijn afspraak is voorbij en ik heb echt een topochtend, nu al. Ik heb echt een topafspraak gehad. Kijk, de lucht is gewoon een soort van blauw. Het is gewoon lekker weer, het is niet eens koud. Ik ben hier in de buurt van Amsterdam-Amstel. Mooi huis op de achtergrond. Ik vind het zo'n mooi huis, jongens. Oké, laten we even normaal doen. Ik heb een beetje honger en ik vind het heerlijk om bij een restaurant te eten in Oost, genaamd Walters. Dus ik ga heel even opzoeken hoe ik daar het beste kan komen. Oké, Google, navigeer naar Walters Woodbury Bar. Top, 14 minuten. Nou, dan gaan we er naartoe. Het werkt gewoon. Je kan gewoon, tot nu toe gaat het best wel goed. Ik ben wel tevreden. Oké, Google. Bel Diede Bouma. Doet ie? Hey. Ik had nog één dingetje. Ik had het boek niet mee. Dus we hebben niet een foto met het boek kunnen maken. Ja. Ik heb je trouwens net gebeld via Google Assistant. Oh, hè? Ja, werkt als een tierenleer. Oké, Google, vertel eens een mop. Uiteraard. Waarom moest de wiskundeleraar even gaan liggen? Hij was helemaal uitgeteld. What the fuck is dit? Dit is goud. Oké, Google, vertel eens een verhaaltje. Op een dag waren er een hoofdrolspeler en een aantal ondersteunende personages. Samen gingen ze op een kleeste en een reis door de tijd, heel spannend allemaal. En het einde was verrassend, want het was allemaal gedroomd. What the fuck? Wat een topverhaal.
Goed, het is ongeveer begin van de middag en ik ben even naar de kapper geweest, zoals je ziet. Kijk, het is weer fresh. Ik heb lekker gegeten. Ik kom goed voor de dag vandaag. En wat ik wel een beetje merk, is dat mijn handen beginnen wel een beetje te jeuken. Ik heb namelijk mijn WhatsApp berichten heel lang niet geopend. En ik, dat is wel een beetje nieuw voor mij, moet ik eerlijk toegeven. Oké, ik heb een klein beetje een probleem. Dit is de envelop met allemaal shit, dus paspoorten en weet ik wat allemaal. Deze brief, dit is een soort application form. Dat ga ik niet laten zien, want er staat allemaal vertrouwelijke informatie op. Maar hier bovenaan staat, ik moet dit dus brengen naar het Royal Thai Consulate General Amsterdam. Ik weet niet waar dat is. Ik heb geen idee. En ik hoop maar dat hij dit herkent en dat dit de plek is waar ik naartoe moet. Want anders moet ik mijn hele laptop erbij pakken en het opzoeken. Maar ik heb niet zo heel veel tijd. Dus ik ga het gewoon vragen. Hey Google, waar is het Royal Thai Consulate General Amsterdam? Adres voor consulaat-generaal van Thailand is de Laressestraat 127.075 HJ Amsterdam. Oké, top. Dankjewel. I love you. Hey Google, I love you. Ik vind jou ook geweldig. Dankjewel. Oké, Google. Hoe laat kom ik aan op mijn bestemming? Je zou om 3:06 middags bij je bestemming moeten aankomen. Kak! Oké, Google. Wat een kutzooi. Het spijt me, maar ik begrijp het niet. Ja, godverdomme. Ik kom te laat. Nee, dit gaat er niet lukken. Ik kom om 5:00. Als ik Google mag geloven, kom ik om 3:05 aan. Het gaat om 3:00 dicht. Sla rechtsaf. Ja, ik weet het. Oké, Google. Stop navigatie. Oké, gelukkig. Daar zijn we ook vanaf. Ja, om 3:00 gaat het dicht. Ik zou om 3:06 aankomen. Het is ook nog in het centrum, dus dat wordt met parkeren sowieso kut. Nou, dan moet ik dat maar even een andere dag doen. Ja, zo kan het ook gaan, hè. Het gaat niet altijd vanzelf, snap je? Wat ik nog wel even wil, ik heb zin in muziekie. Ik heb echt zin in een muziekie, dus ik ga Google gewoon even vragen. Oké, Google, speel Spotify Calvin. Oké, hier is Calvin op Spotify. Komt-ie. Kom op. Ja. 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 Yes, boy! Als ik je ben een bitch en ik zit op een cliff, je bent dik. De held van de YouTubers heeft een kleine pik. Ah! Hey, we zijn bij 5 Uur Live. Peter is er ook. We gaan straks op de televisie. Alleen, we moeten even wachten. Kijk, ik doe vandaag alles via Google Assistant. Mm-hmm. Alles. Ik mag mijn telefoon... Oh nee, wat gebeurt hier? Achtergrondje. Oh, we hebben een achtergrond. ik mag mijn telefoonscherm niet aanraken. Ik mag hem alleen aanraken om hem te ontgrendelen. Ik wil even een mailtje sturen naar Diede. Oké. Okay. Even te vertellen hoe beeldschoon ze er vandaag weer uitziet. Want ja, onze manager is de allerknapste manager ter wereld. Dus dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Als het goed is, oké, Google, stuur een e-mail naar Diede Bouma. Welk e-mailadres? Je kunt bijvoorbeeld het eerste zeggen. Het eerste. Wat is het bericht? Diede, je bent zo'n mooie vrouw met zulke mooie heupjes. Oh god, wat een lekker roze kapseltje heb je ook. Je bent de mooiste. Ter wereld. Love you. Ik heb het volgende verstaan. DJ, je bent zo'n mooie vrouw met zulke mooie heupjes. Oh god, wat een lekker roze kapseltje heb je ook. Je bent de mooiste ter wereld. Love you. Wil je het bericht verzenden of aanpassen? Verzenden. E-mail wordt verzonden. We gaan ook gewoon niks zeggen. Wacht tot ze hem opent. Kijken wat er is. Wil je nog een mail naar iemand anders sturen? Dat zou leuk zijn. Martine? Ja, Martine kunnen we misschien. Oké, Google. Verzend een mail naar Martine. Je wilt Martine Groen e-mailen. Wat is het bericht? Martine. Ik ben verliefd op je brilletje. Het staat zo mooi op je oortjes. En je kapseltje mag er ook wezen. Ik hou van jou. Ik heb het volgende verstaan. Martine, ik ben verliefd op je brilletje. Het staat zo mooi op je oortjes. En je kapseltje mag er ook wezen. Ik hou van jou. Wil je het bericht verzenden of aanpassen? Verzenden. E-mail wordt verzonden. Lekker. Wel nice, hè? Ja, hij doet het fucking goed. Ja. Ik ben benieuwd wat is erop bij ons op terugkomen. Wat is er? Wat is dit? Wat? Je spraakding eigenlijk. Wat staat er dan? Wat staat er dan? Oh, moet ik het voorlezen? Ja. Oké. Okay. Zonder punten, dat is een beetje tegenvallen. Mag ik even met Martine, ik ben verliefd op je brilletje. Het staat zo mooi op je oortjes en je kapseltje mag er ook wezen. Ik hou van. Nou, wat het is een mailtje van Peter. Volledig via Google Assistant. Ja. Geen dank, Martine. Geen dank. Hey, Diede heeft ook een mooie mail gekregen van ons. Oh no. Zonder te typen. Ja, volgens mij wel. DJ ben ik. Ja, dat ging niet helemaal goed. God. DJ, je bent zo'n mooie vrouw met zulke mooie heupjes. Oh god, wat een lekker rosé kapseltje heb je ook. Je bent de mooiste ter wereld. Love you. Oh. Lekker. Bedankt. Goedenavond, Amsterdam Oost. Er komt een autootje voorbij, hallo. Goed, ik heb al de hele dag het scherm van mijn telefoon niet aangeraakt om dingen te gebruiken. Net was echt fucking grappig met die mailtjes. De reacties van Diede en Martine waren echt goud. Ik wil nu gewoon nog even wat random dingen aan Google Assistant vragen. Want blijkbaar kun je gewoon random shit vragen en dan reageert hij best wel grappig. Oké, Google, kun je een liedje zingen? Ik zing zo graag, dus hoor nu mijn lied. Ik doe mijn best dat jij ervan geniet. Ik hou het kort, want meer kan ik niet.
Dit was legit keihard. Weet je wat het is? Omdat het niet een soort... Het was geen robotstem. Het was letterlijk gewoon een vraag. Ik wil het nog een keer. Oké, Google. Kun je een liedje zingen? Ik ben de assistent. Jouw Google-assistent. Ik ben gemaakt om jou te helpen slagen. Niet dus mij te veel. De weg en liet de mail. Het mooiste is, je hoeft het maar te vragen. Het is een daadwerkelijke vrouw. Ik dacht al de tijd dat het gewoon een samenvoeging was van verschillende woorden in een vrouwenstem. Maar nee, er zit echt iemand in! Oké, Google, hoe lang is een Chinees? Klopt, en hij is echt een hele toffe gozer. Oh! Kijk, besef deze. Ze heeft me door! Google Assistant is just too clever. Too clever. Machines are taking over. Kijk, mijn beide poesjes liggen in bed. Hey. Kijk, die wordt die geil lekker. Goed, het was een bijzondere dag. Ik vond het een interessante dag. Ik heb de hele dag mijn telefoon niet mogen gebruiken. Of in ieder geval niet om mijn vingertjes over het scherm te laten glijden. Het is op dit moment 11:30. En ik ga even mijn alarm zetten. Oké, Google, zet alarm. Prima, voor wanneer? Morgenochtend, 6:00. Raak aan om door te gaan. Nee, ik mag het niet aanraken. Oké, Google, zet alarm morgenochtend 6:00. Wekker wordt ingesteld op 6:00 ochtends. Ja hoor, dames en heren. Het is officieel gelukt. We hebben het gedaan. Over 6:27 gaat het wekkertje af. Nu gaan we lekker slapen. Oké, Google, wel trusten, lieverd. Slaap lekker, Kelvin. Dat dacht ik.